Nederlands bandyteam onthaald in Nijmegen. Enkele honderden mensen zijn gekomen om het team in het zonnetje te zetten. En daarbij hoort ook een handdruk van een trotse burgemeester. Ja, we wisten wel tot we aan de gang was, maar we wisten niet tot er zoveel mensen op de been waren. En bandy is maar een kleine sport. En dan zoveel mensen die zo'n feestje organiseren, is grandioos. Je verwacht wel iets, maar dat het zo overweldigend zou zijn, nee, dat had niemand verwacht. Er waren er zelfs mensen op Schiphol en geweldig mooi. Bandy mag dan geen grote sport zijn, de bijbehorende beker is dat wel. De prestatie die eraan vooraf ging trouwens ook. Het Nederlands team komt uit in de B-competitie en wist daarin elke wedstrijd te winnen. De finale tegen Japan werd met 3-2 gewonnen. Voor deze beide spelers, die al decennia voor de sport leven, is dit dan ook het moment om te stoppen. Ja, voor mij om hem af te sluiten met een gouden medaille is echt de kroon op mijn bandy carrière. Eén keer moet het aflopen zijn. Ik ben de oudste speler van het team, 51. Dus ja, ik moet een keer het stokje overgeven. Wij zijn kampioen!